Nou, dames en heren, ik ben hier vandaag beland in een soort van ouderwetse rolstoel, zoals jullie zien hier zo. Hier de stelpje zo, zie je dat wel? Heel grappig, hè? Midden in een bos. En jullie kennen misschien wel weer, zelf hier geweest, dit is Zwanenveldschat, ook al wel het door mij genoemde dwaalbos. Zwanenveldschat ligt de verlichting op de weg van Koham naar Vroombos en naar Woudbloem. Ik dacht eerst dat het in Woudbloem was, maar dit schijnt nog net in Vroombos te wezen, of net in Koham, op de grens van Koham naar Woudbloem, zeg maar. Maar ik doe gewoon Woudbloem. Kijk, en dan zie je hier weer van die hele mooie bloemen hier zo. Dat is de tiara's, dit, tiara's. Kijk, mooi paars. Je hebt ze ook in wit, je hebt ze ook in donkerpaars. Nou, blauwe, voor mij heb ik nog niet eens gezien, maar die verstaat voor mij ook. Kijk, mooi, hè? Het is een hele grote veld van. Dat hier de bijtjes, zoals jullie zien. De bijtjes doen goed hun best om alles nog te verzamelen. Het is nog weer augustus. Dat betekent ook de maag van de wespen. De wespen en de bijen, libelles, etc. Kijk, hier heb je sneeuwkruid. Hier, een heel grappig spul. Het ligt er een beetje uit. Kijk, een hele mooie wortel. Ja, maar er komt een mooie, lekkere geur bij, jongens. Die zag ik jullie helaas natuurlijk niet. Kijk, heel mooi. Kijk. Hartstikke goed, jongens. Nou, dan lopen we even verder over het spoor, hè. Het was grappig, gewoon een heel oud spoor. En dat is hier als monument opgesteld, zeg maar. Kijk, ik heb hier een hele mooie boom en je ziet natuurlijk een blauwe lucht. Daarom schijn ik naar boven natuurlijk. Hartstikke goed, jongens. Daar heb je kinderboerderij daar zo, achter die bomen. Hier zo, zoals je ziet. Nou ja, als je ziet, kijk. Daar zo, dat die gebouwtjes liggen en zo. En daar heb je het water en zo. En aan het einde van het water heb je weer iets. Ronalds gaat, dat zijn we al eens hier geweest. Mooie veld dat daar is. Dat jullie goed horen, luister eens. Hoor je dat? Dat is een krekeltje, hè? Zoals jullie wel merken. Dat is gewoon zo'n krekels. Dat zijn hele kleine beestjes, hele groene beestjes. En als je gelukkig, als je heel rustig aan doet, dus je kijkt even straks, zie je hem zitten. Dat is een heel apart beestje. Ik zie het nog een paar keer gezien. Maar ja, het is wel mooi dat ik jullie eentje kunnen laten zien. Nou, misschien poging naar, hè? Hier, hij is alweer gestopt. Hij staat hier tussen ergens, hier zo. Maar ja, misschien komt dat ook nog wel een keer weer in dat filmpje. Hartstikke goed, jongens. Kijk eens even wat ik nou weer zie. Kijk. Allemaal bramen en zo, zoals je ziet weer, hè. Die gaan rond deze tijd gaan ze weer groeien. En je ziet dat ze al een beetje rood worden zijn, groen. Laat het mooi hangen natuurlijk. Dan met die zon en met die regen van de laatste dagen. Jongen, kijk, hier heb je alweer eentje dat een beetje rood wordt. Dan groeien ze lekker door, wou ik zeggen. Ja. Yep. Hoor je dat ook in de verte, hoor eens. Daar heb je een zwempijpertje daar zo, achter mij. De KSM hebben vroeger ook al eens gezongen. En ja, er zijn allemaal mensen bezig. Het is nu alweer vroeger de avond, maar het is nog wel vrij warm hoor. Die zon die schijnt nog heel erg achter in mijn nek. Zoals jullie nu zien. En ja, het is wel lekker. Kijk, zeventjes jongen, wat die mooie dingen zijn. We zijn er vorig jaar nog geweest in de herfst. Daar waren we droog. En ja, het lijkt toch mooi zijn. Kijk, zeventjes jongens. En we nu weer terugkomen. Die bellen, zie je hem, hè? Ja, hij is een beetje snel. Wel jammer man, dat heb ik natuurlijk niet laten gehad. Een beetje geel gouden libellen, dat was wel mooi geweest. Ach joh, ik had het niet. Voeg me natuurlijk ook even toe op Twitter en Facebook, via het icoontje Twitter en Facebook. Op een icoontje Twitter en Facebook, op jullie zoekpagina. Even aanklikken, eventjes liken en zo, en dan is het klaar. Abonneer me natuurlijk ook even op mijn YouTube kanaal hierboven of eventjes op mijn YouTube kanaal Shitek23. Ik herhaal dan een keer Shitek23. En dan is het gewoon via hier als je die filmpjes ziet. Dan denk ik gewoon Shitek23 aan. Nou ja, heel makkelijk hoor. Ik doe er ook vooral niet moeilijk over. Maar als je ziet, er lopen hier ook allemaal paarden rond. Die lopen hier gewoon vrij rond. En vooral meerdere beesten. Nu zie je dat het voor ook ophoudt, dames en heren. Ja, dames en heren. En dan zien jullie daar zo het allemaal paarden. Waar mijn vinger is. Ja, je ziet. Hier heb je nog een zelfgemaakt bankje waar je op kan zitten. Daar heb je een paar elsen hier zo. Hier. En dit is een, even kijken, ook een els. Mooi blaadje, hè? Kijk, even dus zulke blaadjes. Kijk, mooi, hè? Nou, heb je nog een brandnetels en zo. Lekker mooi. Ja, dat is in ieder geval die genoeg te beleven voor jong en oud. Lekker op open. Hartstikke mooi weer erbij. Wat wil je nog meer? Dan kun je bijvoorbeeld ook klimmen en klauteren hier zo in. Als je ziet. Nou, hier heb je ook allemaal van die bezen en zo. Ja, daar zond hij ook.
En daar begonnen we net. Dat is dus het hele spoor. Dat is wel een soort mooi monumentje altijd. Nou, nog even een stukje verder. We hebben nog wel even tijd. Pardon. En daar heb je dus de dingen. Heb je daar de paardjes, hè? De paarden lopen gewoon vrij rond. Dat is niet van alles op en zo. Ja, heb je daar een kastanjeboom. We hebben ook nog een els. Een paar vogeltjes, zoals je ziet. Ja, hartstikke mooi, jongens. En die was hem dan weer, hè. Tot de volgende keer. En ik wens jullie nog een fijne vakantie. Tot de volgende keer. Dag.